Hallo allemaal. Vandaag iets van een kleine nieuwe serie. En dat zijn dan video's die zeg maar over specifieke onderwerpen gaan die ik al in de Lightburn training sessie heb gedaan. Alleen klaarblijkelijk is het niet voor iedereen helemaal 100% duidelijk. En derhalve dat ik een serietje met video's ga maken die mogelijkerwijs in de toekomst wordt uitgebreid. Met wat dieper ingaan op een vraag of een materie. Ik zeg er gelijk bij, ik doe dit niet voor alles. Ik ben niet de Lightburn guru voor iedereen en ook niet de Orttour guru voor iedereen. Ik probeer mensen wat te leren en ik ben zeer behulpzaam, maar op enig moment houdt het ook op. En ik moet er ook gelijk bij zeggen, dat geldt overigens niet voor de vragen die ik vandaag ga beantwoorden. Maar stel dat je een vraag aan me zou stellen die ik ook niet zou weten, die ik zou moeten onderzoeken, ga ik ervan uit dat uw onderzoek net zo zal zijn als mijn onderzoek en ga ik er dus vanuit dat u zelf dat onderzoek doet. Maar dingen die ik weet, zal ik proberen u uit te gaan leggen. En de eerste vraag die ik vandaag ga beantwoorden in deze video, dat is een vraag en die ging over dat ik uitgelegd heb in een video dat je bij de LA Hobby Guy, als je daar op het forum aanmeldt, kun je daar kunstbibliotheek downloaden, althans stukjes van een kunstbibliotheek. En wat het eigenlijk is eigenlijk een set met cliparts die je kunt gebruiken in de dingen die jij gaat ontwikkelen en die jij gaat maken. Alleen, hoe importeer je nou zo'n gedownloade clipart? Als je die tegenkomt, en vooral bijvoorbeeld vanaf die website van LA Hobby Guy. Hoe doe je dat dan? Nou, wat ik heb gedaan, ik heb inmiddels zo'n bestand gedownload. En ik weet niet meer of het als een zip is of niet een zip is, want ik heb, ik heb hem hier staan. Het is zeg maar een LBART bestand. LBART bestand, ik denk gelijk aan Bart, hè, want Bart van Bart is boos. Maar nee, LBART staat voor Lightburn LB Art bestand. Ja? Goed, dat heb ik gedownload. Mocht het zijn dat het gezipt is, dan moet je hem dus uitpakken. Ja? Zodat je hier die LBART hebt staan. Vervolgens ga ik een nieuwe map aanmaken. En dat zou ik willen adviseren niet te doen in de datafiles en de programmafiles van Lightburn, maar gewoon ergens op jouw PC. Ik heb bijvoorbeeld gekozen om in mijn documenten, daar bovenin staat het, documenten, map maken met de naam Lightburn. In die map Lightburn, je ziet het bovenaan staan, documenten Lightburn. In die map Lightburn heb ik een aantal submappen gemaakt. Art, fonts, LBRN, materials, SAX fonts en templates. Nou, dit is een art bestand, een LB art bestand. Dus dit moet in de map art. Laten we dat zometeen maar gelijk even voor wegnemen. De fonts is voor lettertypes die je downloadt. Maar dan wel de lettertypes die zeg maar specifiek ook weer gemaakt zijn in een Lightburn bestand. Even kijken hoe die dan heet. Hoe lettertypes. Oké, het kunnen dus, ja, TTF. Het kunnen dus eigenlijk gewoon een lettertypes zijn. Want dat zijn normale lettertypes zoals ook Windows die heeft. Oké, goed. Heel belangrijk, de Lightburn bestanden die jij opslaat, oftewel de dingen die je gaat maken. Dan de materials, dat is de bibliotheek met materialen, dat is maar één bestand. Weet je nog, rechts onderin, als ik heel even terug ga naar Lightburn, dan heb je hier onderin die bibliotheken, dat zijn de materialen. Nou, als ik daar opslaan kies, dan gaat hij dat opslaan. Tenminste, ik wil dat dan opslaan in die map, even terug naar de goede map. In die map materials, dit is zeg maar die database. En die is voor het laatst opgeslagen op 3 januari 2022 bij mij, zoals je ziet. Dan hebben we de SAX-fonds. Nou, daar ga ik hier niet in over uitweiden. Dat is wat gevorderde werk. Dat zijn lettertypes die maar uit één lijntje bestaan. Dus niet waarbij de letter uit twee lijntjes bestaat. En templates weet ik nog niet. Ik weet alleen dat ik die map aan heb moeten maken. Of moeten maken. Maar dat iemand adviseerde om die map aan te maken. Maar ik heb nog niet gezien waarvoor. Wat wij gaan doen, wij gaan die map art openen. In die map art gaan wij dat artbestand downloaden. Want als je goed kijkt, zul je zien dat ook daar allemaal LBART bestanden in staan. Zie je dat? Daar ga ik die LBART in zetten. Dus ik pak hier die maps. Rechtsklikken. Knippen. Mag ook kopiëren doen, dat hoef ik ook prima. En ik zet hem in die map. Met die arts. En dat zien we dan ook. Onderaan staat die maps LBART. Ja? Oké. Nu ga ik naar Lightburn. Lightburn ga ik naar de kunstbibliotheek hier rechts onderin. Dus deze hier. Zo.
En nu klik ik op laden. Over de duidelijkheid trouwens, in het lijstje hier aan de linkerkant komt die maps nog niet voor. Dus bij de M hebben we nog geen maps staan. Oké. Ik klik op laden. Nu ga ik naar de plek waar ik dat bestand heb neergezet. Dus ik ga naar documenten. Ik ga naar Lightburn. Ik ging er al voorbij, sorry. Hier staat hij, Lightburn. Ik ga naar Art. Ik zoek maps op. En daar dubbelklik ik op. En voilà. In mijn kunstbibliotheek is nu een maps terechtgekomen, zoals je ziet. Nou, dit is de werkwijze. Dus je downloadt een bestand met de toevoeging LBART. Dat is op die website van LA Hobby Guy. Zijn dat LBART bestanden? Je moet wel oppassen. Niet overal zullen dat LBART bestanden zijn. Want er zijn zoveel programma's die met clipart werken. En LBART is echt voor Lightburn. Ja? Maar stel jij doet dus zo'n bibliotheekje downloaden met de toevoeging LBART. Dan zet je dat in een map met de naam ART. Het liefst niet in de programmafiles en dat soort dingen meer. Want de opmerking van de gebruiker die mij mailde was van, ja, maar daar staan geen LBART bestanden. Nee, dat klopt, want dat zijn de programmabestanden, dus dat heeft niks met LBART te maken. Dus je maakt ergens een map aan, Lightburn, ART, daarin zet je dat ART bestand, die LBART. En vervolgens, als ik dat opgeslagen heb, klik ik in de kunstbibliotheek op laden. En ik ga op zoek naar dat bestand wat ik opgeslagen heb. En daarmee moet die LBART in mijn Lightburn staan. Nou, dit was de eerste video met wat verdieping in het thema. Er komen er nog twee vandaag. Doe er je voordeel mee. Dag.